staat sowieso erg onrustig in het gebouw. Ja, die gaat weg als het eerste publiek binnenkomt. Nu. Ja, hops. Twee werelden die elkaar in deze voorstelling ontmoeten, maar ook in dezelfde stad leven. Wij hebben samen iets voor u gemaakt en ik wens u veel plezier. Ja, ik was een klein meisje van 8 jaar en ik hield van bomenklimmen. Ik was echt een klimster. We hadden een stuk of 6 vruchtenbomen per zeel staan en die waren altijd vol. Dus ik ging de bomen in, maar ik had gedacht van, ik kan van de ene boom in de naar de andere toe springen, want het is zo bedriegelijk. Want je ziet de tak hangen en dan denk je, ah, ik ben er zo op. Dus ik zat in die boom en ik denk, ik spring op die andere boom. Met een manjeboom en een appelboom. Dat zijn de Surinaamse appel. Dus ik wilde van de ene naar de andere, want daar zat een hele mooie mango en die wou ik pakken. En ik zat zo beneden in een bos met vuur. Want ze branden de bladeren. En daar ga ik in, met mijn 2 voeten en mijn hand. Dus ik zou de rechterhand nog maar in stoppen. Maar dan kon ik niet, want toch zat zo onderbrand. Dat ik eruit moest springen onder de kraan. Meteen onder de kraan. En de gillen van hier tot Tokio. Toen hebben ze de ambulance gebeld en ben ik ermee naar het ziekenhuis gegaan. En dan ben ik
twee dagen gelegen. Ja, want je kon je handen en voeten niet gebruiken. Toen moest ik thuis van mensen leren hoe ze ermee omgaan. Maar als je dus bezig bent, dan krijg je steeds blaren. Dus die moesten ze elke keer weer openknippen en dat hete water, dat kwam weer op een ander gedeelte van de hand. Ik ben 77 en ik ben voor de tweede keer woon ik nu in Amsterdam. En het is een, voor mij een gevoel geweest van dat ik thuis kom. Ik heb dus ook in Den Haag gewoond, in Brabant gewoond. Ik ben 20 keer verhuisd in mijn leven, heb ik ze opgeteld. Maar Amsterdam is thuiskomen. Ik ben nu 66 jaar oud en ik ben in 72 hier naar Nederland gekomen, omdat toen waren wij nog Nederlandse gezinnen. En dat was Juliana, die had dan een wet bepaald dat alle mensen in Suriname, als ze ambtenaren waren, dan mochten ze na 5 jaar in Nederland komen om verder te studeren. En zo ben ik hier gekomen, want ik werkte 5 jaar al in het ziekenhuis. En dan mocht ik hier naartoe komen om verder de opleidingen af te maken die ik wilde doen. Ben je 69? Ik kom in 1997 naar Nederland. Door tussenkomst van mijn broer kwam ik in Nederland naar het overleden van mijn vader. Ik kwam mijn student te begraven en me gevraagd als ik geen interesse heb om naar Nederland te komen. Heb ik gezegd, nou niet dat ik geen interesse heb, maar ik ben de enige nog tussen die drie zusters in Suriname en mijn moeder. Ja, ik wil je niet alleen achterlaten, dus dan moet ik erover nadenken. Ik zeg, het is goed, dan hoor niet wel als ik kan, als het zover is. Heb ik dan voor ogen gezegd, ja, dan zal je de stap wagen om naar hier te komen voor een betere toekomst. Dus vandaar dat ik naar hier ben gekomen. Ik ben nu 79, ik word over 4 weken 80. Ik ben 39 jaar onderwijzer geweest. En ik ben tegelijkertijd directeur van een meisjestehuis in Suriname, 15 jaar. Mijn overleden vrouw en ik. En tegelijkertijd was ik voorganger van een gemeente in Suriname. En als voorganger doe ik het al 47 jaar. Ik ben 73 jaar oud. Word binnenkort 74. En ik ben naar Nederland gekomen omdat mijn dochter al hier was. En ja, wilde ik zo graag komen kijken hoe het was met het weer in dit land. Zodoende. Nou, ik ben verpleegkundige en ik was gebrouilleerd van operatie verpleegkundige. Want ik vond het heel mooi dat je vanuit een klein gaatje mensen kunt repareren van binnen, zeg maar. En dus je kon me niet op een ander moment een ander vak kiezen. En toen heb ik gekozen voor chirurgie. Daarna kwamen de hartchirurgen uit Nederland hun tropenjaren maken in Suriname en die vonden mij heel goed en die hebben toen gezegd van wij moeten proberen jou naar Nederland te halen zodat je de hartchirurgie gaat doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben gekomen en heb me gespecialiseerd in hart- en vaatziekten als verpleegkundige is om te verzorgen, mensen daarin te verzorgen en ook op de OK te werken. Mijn jeugd was zorgeloos en liefdevol. Mijn vader was echt dol op me en dat was heel warm. Het was een heel warm nest. En wat ik al eerder zei, mijn moeder, daar had ik niet zoveel contact mee in zoverre. Dat was een beetje een koude vrouw. En mijn vader was in tegendeel, was een hele warme man. Dus ik heb veel liefde gehad. Mijn moeder was overleden toen ik 8 jaar oud was. En die ene broer na mij, die was 10,
en de andere was 12 jaar oud. Dus ja, dat waren de leeftijden. De jongens die mochten naar mijn grootouders of grootmoeder, maar ik kon naar de familie. Maar het rare voor mij waren een familie wat ik nooit gekend had. En dus was het een hele vreemde leven daar. Dus ik heb het maar wel een paar jaar volgehouden. Maar ja, het was niet zo best. Ze waren goed, ze konden goed over nadenken hoe het gaat na de overlijden van een familielid. Maar sociale gevoelens hadden ze niet. Vanaf ik jong ben, predikte ik als jong, speelde in de tuin en ik predikte, ik gaf les. Ik ga maar tussen die bomen en dan gaf ik les. En toen bleef ik geloven dat wat ik daar doe, ik, wanneer ik groot ben, zal ik het kunnen verwezenlijken en het is gelukt. Echt verwachtingen had ik niet van het leven, want ik dacht niet daaraan. Ik dacht als ik het beter kan hebben, want wat ik daar had was geen leven. Dus zo heb ik het bedacht. Ja. Ja. Trots de andere ellendes heb je toch iets goeds in. Dus zo zie je dat niet alles kwaad hoeft te zijn. Thank you.
Rutte heeft wel eens een goede tijd en slechte tijd gehad. Dat is dan zijn, want dat past in welke, past in Gloemens, de oude in Kloos. Dat past in Bokka, dat koopt ook nog een paar, dat koopt in mijn auto, kou. Mercedes, heel Audi, dat is team auto, de oude in Kloos. Zijn werken, zijn Hollywood. Heel Mosa, een drugskans, de Kloos daar, Indio, zijn Bollywood. Want toen ik 8 was, kwam ik naar Nederland in 1994. Met mijn ouders en mijn broertje kwamen terecht in een asielzoekerscentrum in Eindhoven. En ik wil! Suriname niet aan je lichaam, hoe het zal zijn, hoe het later zal zijn. Maar hier aangekomen hoorde je en zag je allerlei reclame en zo. Werd je gewaarschuwd hoe je leven moest, dat je je goed moet eten, je goed voeden. Want dat is belangrijk voor een mens. En wat voor ziekte je allemaal kan krijgen als je dat niet doet en zo. Dus toen dacht ik, zo zit het in elkaar. Ja, natuurlijk ga je ook proberen bepaalde groentes winters. Dan eet je Italiaanse, Surinaamse groenten, dan eet je ook de Hollandse groentes en zo. Want ja, je bent in het land hier, maar ja, je dacht eerst niet aan. Dus ben je dan anders gaan leven met je voeding. Ja. Ik geef er weinig aandacht aan. Ik heb goede genen kennelijk meegekregen. En, want ik voel me heel goed. En ik ben er niet echt mee bezig met mijn lichaam. Het is niet zo van sportschool of wat dan ook. En ook niet injecties of hoe het allemaal heet, maar botox en zo. Ook niet. En, dus veel aandacht geef ik niet. Ik ben wel blij mee. Dat ik zo oud mag worden, op deze manier.
omdat mijn lichaam draagt mij eigenlijk en brengt me overal naartoe. Maar op dit moment, door middels van het hart, doet mijn lichaam niet wat het hart wil. Het hart zegt, ik doe dit en jij moet maar meegaan. En dat kan dus niet. Ze liggen dus niet in balans. Beide, het lichaam en het hart. Want het lichaam is anders en het hart is een willekeurig spier. Dus die werken anders. Ja, nu voel ik me dan goed. Je bent voor later, want ja, de jaren gaan tellen, dus ja, toen fysiek een beetje zwakker en zo, dus dan moet je dat niet afnemen. Dat het gewoon goed bij kan. Dat je dan niet te veel gaat doen. Dus je kan het doen, maar dan moet je rekenen en we zeggen, hey, wat ik voorheen deed, voor de jaren, nu niet meer zo actief kan zijn. Dus die dingen moet je daar rekening mee houden. Maar ik ben ook helemaal echt eigenlijk klinisch dood geweest, want mijn hart is eruit gehaald, die gaat in een bak met ijs. En het bloed van mij gaat in een hartloopmachine. Dus dat lichaam, dat is helemaal weg. En alleen het bloed en het hart, dat zijn ergens nog in leven. Maar er wordt aan het hart gewerkt. Dus het hart klopt niet meer, want er moet eerst gewerkt worden aan het hart. En om het hart weer te laten kloppen, krijg je dan een shock. En dan pas kom je in de rug. Het lichaam van elk mens is een gebouw waar de ziel en de geest is. En dat lichaam moet goed onderhouden worden om de ziel en de geest ook te moeten onderhouden. Want als dat lichaam niet goed is, kan jouw geest ook niet goed zijn. Wat ik als de geest beschouw is dat de geest eigenlijk mijn aura is, die mij draagt, die mij stuurt, die mij kracht geeft. En dat heb ik ook in de opvoeding in Suriname meegekregen. En daar geloof ik heilig in. En die geest die redt mij ook van soms vervelende gedachten of soms gevoelens die ik eigenlijk niet thuis kan brengen. Ja, je komt in bepaalde conflicten of in bepaalde situaties dat je moet kunnen beheersen. En als je dat niet hebt, dan kan het fataal aflopen. Dus dat zijn van die dingen. En dat heb ik me eigen aangeleerd om het dan kunnen te beheersen. Want als je een zwakke geest hebt, dan kan het fout aflopen. Ik heb die sterke geest toch in mij, troosten. Dat heb ik in om door te zetten. Je krijgt een seintje, zeg ga door, ga door. Ga door, wees sterk. Ga door, dus dan ga je automatisch door. Je weet niet hoe dat kan, hoe je het kan zelfs. Want in sommige gevallen dan is het als door te zeggen dat je het niet zou kunnen, het zou niet lukken meer, je zou stoppen tot een bepaalde hoogte. Maar ja, dus dat ga je door. Ja. Ik ga zo naast naar de kerk, de dominee, die houdt erbij, je luistert naar hem. En je komt in de nadienst, ben je dan onderling met elkaar, zitten praten en zo, je gaat niet naar huis. En de voldoening in een hele week, op die dagen daarna, dan voel je zeggen, hey, ik heb wat weer een beetje wat bij geleerd of gehoord. En dan is je die stukje vertrouwen,
en de heer daarboven? Ik ben vorig jaar mei met mijn man naar Kreta geweest. Dat doen we ieder jaar bijna, naast andere reizen, maar we gingen heel vaak. Toen is hij plotseling ziek geworden daar. Hij kreeg een ingezakte rugwervel. We zaten in de middle of nowhere en ik heb ontzettend veel moeten regelen en doen. Uiteindelijk is hij met een ambulance, een vliegtuigje, naar Nederland vervoerd. Hier hoefde hij niet naar het ziekenhuis, hij is hier gekomen. En toen zei men dat over 5 maanden ongeveer die wervel wel ingekapseld was. Maar toen dat inderdaad zo was, toen bleek dat de kanker, waar hij al 10 jaar geleden aan geopereerd was, weer uitgezaaid was. En zo is hij naar een prachtig ziekbed, kan ik anders zeggen, nooit een klacht. En gewoon heel blij met zijn boeken, met ons huis hier en met mij. En hij is 6 maart gestorven. Hij is 13 maart gecremeerd en 14 dagen geleden hebben we zijn as uitgestrooid bij ons voor de deur op het ei.
De meest emotionele was het besluit om bij mijn eerste man weg te gaan. Kinderen waren weliswaar 17 en 19, dus die konden zich redden, hè, om het zo maar te zeggen. Maar ik ging mensen verdriet doen. En dat vond ik heel zwaar. Heel zwaar. Het moest gebeuren, het is ook gebeurd. En dat is ook goed geweest. Maar dat was heel, heel erg zwaar. Want dat doe ik niet graag, verdriet aan mensen. Ja, ik voelde me helemaal niet schuldig. Want dit moest gewoon gebeuren. Ik was niet schuldig. Ja, nee, ik voelde me niet schuldig. Ik voelde me wel verdrietig, heel, heel erg verdrietig. Ik kon niet meer eten en zo. Omdat, ja, ik zei altijd, ik strooi liever bloemen dan bloed. En ik ging bloed strooien. Ja, wat het gebeurd was, wat iets
dat je haast niet wil zeggen of vertellen dat, het je, dat je goede moeite hebt om het te uiten. Maar ja, ik denk dat je toch, ja, het moet een keertje eruit. Dus het doen en is lering van anderen. Denken dat je in het leven, als je gewoon bent, je alles kan verwachten, je alles kan overkomen, je denken dat ik zit al goed. Dus ik heb nou eindelijk wat rust in mijn leven. Dus ik dacht dat vooral, dat je getrouwd bent met een man, jaren lang, zo 12 en een jaar, een half jaar zo ongeveer tot 15 denk ik, weet niet precies, getrouwd met hem. Hij was een rustige man. Hij dacht niet, hij deed nooit gekke dingen. Ik dacht, ach, wat een goed, rustig leven is zo man. Maar opeens is hij helemaal verkeerd gaan denken. Ja, met brandjes is hij begonnen, denkende, zeggende, zijn anderen natuurlijk, zijn andere mensen die zulke brandjes hebben doen. Zouden huizen ver komen en zulke brandjes stichten als kleine jongetje. Het kwam naar voren dat het discriminatie zelf was. Dus hij dacht, die dingen kan hij makkelijk aan de politie doorgeven. En de buren die vertrouwden dat ding niet, dus hebben ze op de loer gezeten tot ze hem een beetje gesnapt hebben. En natuurlijk de politie naar binnen gingen vallen en weggedragen. Het was geen makkelijkheid. Ik zag het gewoon in elkaar, kan je zeggen, geestelijk. Heerlijk zat ik in elkaar, maar ik heb mezelf boven water kunnen houden. Maar ik wist dat op de momenten kon ik niet meer denken. Ik kon echt niet meer denken. Mijn dochter is nooit ziek geworden, trouwens mijn drie kinderen nooit. En mijn dochter ook niet. Dus die werd plotseling ziek, viel flauw op straat. En hebben ze er met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En men had toen bloed geprikt, allerlei onderzoek gedaan. En toen zei men, ja, zit er laag HD. En toen dacht ik, ja, daarvan ga je niet flauw vallen, toch? Maar oké, ze hebben er een paar dagen gehouden en ja, in die paar dagen nou, toen werd er, gebeurde van alles met mijn dochter. Tot we helemaal in Groningen beland zijn. Want men kon niks vinden, maar ze werd echt een patiënt. Echt een hele zieke patiënt. Met een heel opgewekt geest en die zei maar steeds, dokter doe snel, want ik moet mijn examens halen. Want ze zat op de universiteit. En toen ontdekten ze dat haar lever niet goed was in Groningen. En ze moest de levertransplantatie ondergaan. En toen kwam die lever, maar toen zei ze, nou nee, mijn moeder is er niet, ik moet het niet hebben. Als ze komt, want ik was toen even terug naar Amsterdam om de school met leren te halen. Want ik kon blijven slapen met mijn kind in Groningen. En toen zeiden ze, ja je moet het meteen doen. Dus ik werd opgebeld en toen zei ik, oké, ga maar. Ik zit aan je bed als je uit elkaar komt. En dat waren de laatste woorden van mijn dochter en mij. Toen kwam ze terug in elkaar. En toen ging de lever open scheuren die ze gehad heeft. Het is nooit meer wakker geworden.
zag niks meer. Toen was ik niet op de plek waar ik voorheen was. Ik had me heel anders gevoeld toen. Ik was degene niet wie ik eerder was. Want alles was anders geworden van die schrik. Dus een behoorlijke opschudding geweest. Dus die kracht wat je verliest, dat is niet makkelijk hoor voor een mens. Iemand die grijze haren heeft, ook meteen het stempel kan krijgen van dat hij dan wijs is, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Het gaat erom hoe iemand met alles wat hij ervaren heeft, is omgegaan. En dat is ook wel eens een keer in dat liedje van ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Daar moest ik altijd om lachen. En toen had ik zelf nog geen grijze haren. Maar toen dacht ik, dat is niet waar. Je hebt weer wat al ondervonden voor hele wat nare dingen. Dus dan kan het niet meer. Nog erger kreeg. Het geduld hebben. Je moet geduld voor bepaalde dingen kunnen opbrengen. Als je ziet dat je dan in problemen gaat komen, wat je dan moest doen om het te kunnen verwerken. Heel moeilijk. Om een plek te geven. Ik kan het niet eens nog een plek geven. Ik probeer het een beetje weg te stoppen, soms in een hoekje en soms pak ik het weer op. Maar er zijn het momenten waarin ik aan mijn dochter denk, dan komt het weer naar voren. Maar omdat ik nog steeds niet geloof, of wil geloven, dat het een goede leven is geweest die getransplanteerd is. En dat blijft misschien tot mijn dood in mijn hoofd, omdat ik zelf elkaar verpleegkundige ben en bij transplantaties heb gewerkt. Dus ik weet hoe dat moet gaan. En ik heb zelf ergens ver in mijn achterhoofd iets van het is niet op de juiste manier gecombineerd. Dus het overlijden van mijn kind kan me geen... ik krijg het nooit meer terug, maar ik kan er geen plekje geven. En als ik het moeilijk heb, dan ga ik naar het graf. Ga ik daar praten met haar en draai plaatjes van haar af op thuis. En dan vraag ik, ach, waarom ben je weggegaan? En je was 20 jaar oud. Ik kom een keertje weer terug. Dus ik hoop dat ze weer een keer terugkomt. Ja, ik vraag me even af dat ik gewoon kon zijn weer. Als ik eerder was. Dus ja, je moet dan als het ware, niet dat je moet. Maar je moet zoveel mogelijk proberen onder de mensen te zijn. Om te kunnen vergeten. Wat er gebeurd is, hoe het af en toe hij eraan denken,
Maar als je nog onder de mensen bent, dan vergeet je die momenten. Dus als je dan weer alleen bent, dan ga je weer zitten piekeren. Dus dan, want ja, dan ga je denken, zeg, nee, dan moet ik proberen onder die mensen te blijven, dat ik dan dingen vergeet. Wat ik wel geleerd heb in de loop der jaren, is dat je de problemen van de ander niet moet proberen op te lossen. Je kan een luisterend oor geven, je kan een richting aangeven, je kan erover nadenken zelf, thuis. En dan opbellen of er naartoe gaan en zeggen, zou je dat en dat niet doen? Maar niet het probleem aan zich oplossen. Want dat gaat ten koste van jezelf. En dat is niet goed. Niet alle veranderingen zijn verbetering. En een mens die leeft zonder zijn traditie, gaat geen goed mens worden. Klopt u mij eerder? Een mens kan niet leven zonder zijn verleden. Dat kan niet. Het verleden moet je stimuleren om te kijken van de toekomst moet anders zijn. Want het is daar fout gegaan of is daar goed gegaan, dan moet ik het verder laten beter worden. Maar als je dat niet hebt, leef je maar op los. En dan ben je dus geen goed mens. Ja. Ik moet gewoon de waarheid vertellen en zo zit het in elkaar. Ik kan niet zeggen, gaan zitten en zeg ik voor me heb ik ze, voor me gelukkig en zo, het gaat goed in het leven. Het gekke van, het gaat wel goed aan de ene kant, maar aan de andere kant weer niet. Ja? Het goed is dan dat je niet afhankelijk bent. Dat is het eerste wat je zegt, het gaat goed, het hangt er vanaf hoe dan ook en welke zaken het ook zijn. Hoor. Sommige zaken zijn hardnekkig als de mensen hardnekkig zijn. Dan. Maar op een andere manier. Er is altijd wat ernaast wat je hindert. Ja? Omdat je dat niet kan uitdrukken. Je voelt het niet, hè? Je moet het in je voelen. Het geluk. En daarom is het dan soms belachelijk, treurig dat mensen zeggen, ik ben iedereen zo gelukkig en zo om anderen. Nee, doe gewoon. Je kan gelukkig zijn, maar ja, het moet je ja, niet zo uiten, niet zo hard uiten, want je hebt het in gedachten, je denkt aan zoiets, maar je weet niet of het echt zo is. Want je moet, het is echt een zoektocht om een geluk te vinden. Dan moet je weer het geluk hebben om geluk te vinden. En dus, zo zie je hoe het leven in elkaar zit hoor. Het is ontzettend moeilijk. Dus ja, je kan het niet gewoon gaan oprappen hè. Dat is het.
Thank you.
Anton mi boy, Anton mi boy, Anton mi boy.